Ja, nu staat hij live van mij. Oké. Welkom allemaal. Hallo. Even een kleine introductie. Bovenaan zien jullie Yannick Pirali, dat is mijn collega. Hij is verantwoordelijk voor Lu in Europa. De man met de bril, met het logo S op zijn t-shirt, is Marc Sarris van Sportwerk. De andere man met de bril, die dat daar zwaait, dat is Martin Langendoen van Thomas More Hogeschool van Rotterdam. Voordat we beginnen, zou ik willen vragen dat iedereen even iets typt in de chat, dat we kunnen zien dat jullie alles goed horen. Alles goed zien, dat alles naar behoren werkt. Oké. Dat ziet er goed uit. Ik ga even daarop volgen met twee pols. Dus ik ga twee pols activeren. Die jullie kunnen zien in het tabblad Polls naast vragen bij de chat. Daar mogen jullie even op reageren. Zo, we staan beide online, Polls. Ja, de antwoorden komen binnen. de antwoorden komen binnen. En dan hebben we een klein beetje een idee van wat jullie functies zijn en of dat jullie de Lua live aan het werk hebben gezien. Dus ik zie hier ongeveer 50-50 dat de Lua al live aan het werk hebben gezien. Voornamelijk leerkrachten, toch een paar sportfunctionarissen, schooldirecteurs, beheerders van sportcentra en overige. Die zijn ook wel alomtegenwoordig. Oké. Dan denk ik dat we stilletjes aan gaan beginnen met de presentatie. Alles lijkt te werken. Dus Yannick zal beginnen met het woord te nemen. We gaan beginnen met een filmpje. Ik ga die even lanceren, waar Yannick ook wat uitleg bij gaat geven. Ja, misschien na de film zijn. Maar Ja. voor te vertellen. En hallo iedereen ook. Ik ga het filmpje lanceren. Ja, jullie moeten het geluid aanzetten. Dus gewoon klikken op de film. Zoals je hier hebt kunnen zien in deze mooie video van onze Poolse vriend Jakub Kalinowski. Dat is eigenlijk iemand die deel is van de eSport Foundation in Polen, die deze video heeft gemaakt. En hij heeft dus inderdaad vastgesteld dat het, ja, de
de kinderen tegenwoordig minder en meer in vorm zijn over de jaren heen. Je ziet het hier aan deze statistieken, die natuurlijk gebaseerd zijn op Poolse cijfers, maar waarvan we weten dat het ook een algemene trend is, ook in andere westerse landen. Dat er daar toch misschien een probleem is waaraan we iets kunnen of moeten doen. Er zijn ook nog wel krantenknipsels van heel, heel recent. Bijvoorbeeld vanochtend van de BBC, die zegt dat meer en meer mensen nu zeker met de corona zitten online te gamen, en zeker kinderen. En de vraag is, ja, hoe kunnen we deze kinderen weer aan beweging krijgen? Ja. Misschien hebben we hier nog een poll ook, Billy. Ja, ik ga een nieuwe poll lanceren. Even om jullie te testen. Ik ga een poll lanceren, omdat het een Poolse onderzoeker was. Een Poolse poll. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen, hè. Dus, daar is mijn kracht niet voldoende genoeg. Even om te zien. De antwoorden komen binnen. Dus de vraag is, ja, hoeveel procent van de schoolgaande jeugd beweegt minstens 1 uur per dag? Dus dit is, er was een nieuwe publicatie van de Wereldgezondheidsorganisatie in november, die daar met een studie is gekomen. En we wachten op de laatste resultaten. Dus het grote meestal van jullie zeggen tussen 20 en 30% van de kinderen beweegt minstens 1 uur per dag. En jullie zijn ja, bijna juist. Dus als we nu naar de volgende slide gaan, dan gaan we zien dat het 19% is. Dus dat is 1 op de 5 die voldoende beweegt. En een groot deel dat onvoldoende beweegt. En zeker nu in deze coronatijden is dat niet veel beter. En dat is dus iets waar we graag iets aan willen doen. En als we dan nog het feit bijnemen dat ook kinderen die meer bewegen ook in andere vakken op school betere resultaten hebben gemiddeld, is dat natuurlijk nog een reden meer om hierop in te spelen. Verder is het natuurlijk ook zo dat sportzalen eigenlijk de laatste 50 jaar niet zoveel zijn veranderd. Dus de infrastructuur is nog redelijk dezelfde dan een heel tijdje geleden. En is het misschien dus aan de tijd om daar iets aan te doen en daar iets nieuws voor te stellen. Dus met u willen we graag een antwoord bieden aan al deze vragen. Dus we willen graag op mentaal vlak, fysiek vlak en sociaal-emotioneel vlak bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen met verschillende activiteiten. Hè. Dus wat is LU? Ik heb gezien, sommigen van jullie hebben het al live gezien, maar dus heel, heel kort, LU is een, bestaat uit, een, zoals u hier op dat beeld kunt zien, op een grote projectie, ongeveer 4 x 6 meter groot, en een digitale infrastructuur, dus daar zit een computer bij, geluid en sound, die ervoor zorgt dat aan de hand van applicaties kinderen dus in beweging gebracht worden, en we eigenlijk door de taal van de kinderen te spreken die gewoon zijn om op hun tablets te zitten en op hun smartphones, ze toch weer kunnen aansporen om meer te bewegen. Dan misschien nog een kort woordje uitleg. Wie is LU? LU is een start-up uit Quebec City in Canada. Dus het is een bedrijf dat nu ongeveer iets meer dan 2 jaar bestaat. Er zijn ongeveer 400 installaties wereldwijd. En de mensen achter LU komen deels uit de onderwijswereld en deels ook uit de belevingswereld. Dus mensen die aan interactieve, bijvoorbeeld musea of interactieve tentoonstellingen hebben gewerkt. En dus ze combineren een beetje deze know-how om dit product en die content te leveren die erachter zit. En wij, dus mijn collega Billy, die jullie daarnet welkom heeft geheten, en mezelf, we werken voor Idema Sport. Dus wij zijn een familiebedrijf
dat actief is in Benelux, in Frankrijk en nu ook in Duitsland, met LU. En wij zijn eigenlijk een beetje de partner voor in Europa geworden voor LU. En we hebben al meer dan 25 jaar ervaring. En we zoeken vooral innovatieve en pedagogische producten voor de sportuitrusting op scholen, in gemeentes en sportzalen. Dus dat is een beetje wie wij zijn. LU op zich, waar zit het in de wereld? Hoe zit de ontwikkeling van het project? Dus wat u hier kunt zien, is elk balletje aan de linkerkant is een LU-installatie, ergens ter wereld. Dus u kunt zien, ja, natuurlijk in Canada en in het oosten van de VS is er al een heel mooie ontwikkeling te zien. En ook Benelux, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland begint ook. Dus op die twee continenten, daar zijn zeker veel installaties en veel gebruikers al. Echt een heel netwerk begint zich te vormen. En je ziet zelfs in Nieuw-Zeeland of in Australië zijn al zijn partnerscholen. En aan de rechterkant ziet u een beetje meer in detail waar dat er overal nieuwe installaties zijn. Dus in Nederland en Vlaanderen in dit geval, ook meer in detail. Moest u op een bepaald moment graag een installatie gaan bekijken, dan kan dat zeker. En of als u nu wilt testen, zijn er ook plekken waar je gewoon kunt gaan spelen en testen. Dus wat zijn volgens ons de 5 voordelen van LU voor uw gymzaal? Dus we hebben aan de ene kant het feit dat het bewegen leuk maakt en toegankelijk maakt voor iedereen. Dus we weten niet alle kinderen sporten graag, vele gelukkig wel, maar niet alle. En we willen hier een manier vinden om kinderen meer, die zelfs misschien anders een beetje aan de kant staan. Ik weet niet, Mark, of jij daar bijvoorbeeld een anekdote hebt. Dus Mark van Sportwerk gebruikt natuurlijk ook heel vaak het LU-systeem. Heb jij misschien een anekdote waar je gezien hebt, kinderen die misschien in andere situaties iets minder actief zijn, in andere sportsituaties, die dan hier wel de weg tot de groep gevonden hebben? Ja, wij komen in contact met heel veel verschillende scholen. En ook heel veel verschillende leeftijdsgroepen, kinderen in het algemeen. En tot nu toe moet ik zeggen dat alle kinderen eigenlijk wel positief daarop op reageren op de LU. Dus die daar altijd heel graag mee aan de slag gaan. En het is wel zo dat wij meestal sportdagen doen. Dus waarbij de kinderen sowieso al naar uitkijken om een dag te sporten. Dus dat zijn ze al misschien wel altijd wel iets meer enthousiast dan op een normale schooldag. Maar in het laatste jaar heb ik daar toch heel veel positieve dingen gezien, ja. Maar bij ons in de reguliere gymlessen zijn de kinderen ook altijd enthousiast als ze de LU kunnen gebruiken. Dus het is niet alleen een speciaal sportdag wanneer ze een hele dag willen sporten. Wij zetten hem in de reguliere bewegingsonderwijslessen. En dan zie je dus ook dat ze dat graag doen met de LU-band. Ja. Oké. En zien jullie een verschil misschien? Ja, er gaan soms kinderen zijn die heel goed zijn in sporten. En soms ga je kinderen hebben die misschien een beetje minder goed zijn. En die dan, maar misschien wel, laten we zeggen, bijvoorbeeld een wiskundeoefening als eerste het antwoord gaan hebben. Die gooien misschien iets minder iets minder precies, maar die kunnen hier wel echt een interessante bijdrage leveren. Ja. Tot het team. En wat ook leuk is, dat ze vaak kunnen samenwerken. Dus je geeft het voorbeeld van die wiskundeopdrachten, dan staan er 2 of 3 kinderen samen voor het speelveld en dan de ene zegt de oplossing en de andere gooit en ze werken zo samen op die manier. Dat is ook wel leuk om te zien. Ja. Dus dat is wel een van de punten. We willen voor inclusiviteit zorgen. En dan, daarnaast hebben we natuurlijk ook het feit dat leren aantrekkelijker gemaakt moet worden om kinderen echt te motiveren. Dus een kleine gamification, hoe dat we dat noemen. Dus een challenge tussen verschillende groepen of verschillende spelers. Dat werkt altijd goed. En daar willen we hiermee natuurlijk ook sterk op inspelen.
Dus Lubi toegang tot een ruim gamma aan activiteiten en ervaringen. We gaan er straks enkele tonen. En hier ook, er wordt altijd gedacht van, oké, hoe kunnen we hier een meerwaarde geven, ook voor de sportlessen, en niet alleen iets plezants en leuks maken. Ik denk, 50% van de applicaties zijn heel sportief en eigenlijk voor de pure opvoeding bedacht. En 50% gaat ook een gehaald hebben met een wiskundeoefening of aardrijkskunde daarachter, door echt ook een pedagogische meerwaarde kunnen bieden. Dus hier ziet u een beetje een matrix van de visie, eigenlijk de pedagogische visie achter u. Dus we willen zowel op het lichaam, het geest, als ook het, ja, hier staat ziel, maar het is, wat ze daarmee eigenlijk bedoeld wordt, dat is het sociaal-emotionele van kinderen willen we ook, daar willen we ook op werken, dus dat kinderen samen kunnen spelen, dat ze in ploegen doelen kunnen bereiken, dat ze niet altijd zelfs eerst moeten gaan, want anders om de bal te gooien, dat ze ook moeten delen met hun medespelers. En hier ziet u eigenlijk achter die vaardigheden die daar voorgesteld worden, achter de haakjes staat eigenlijk het aantal applicaties die op elk van die vaardigheden inspeelt of eigenlijk probeert te bevorderen. Ja, hier is terug een filmpje van... Aha, ik heb geen sound, Billy. Ik weet niet of jij sound hebt. Hier is sound. Oké. Ja, inderdaad. We zien daar een commentaar. Er waren, ik heb gezien dat er sommige van de mensen van Sport Vlaanderen in Braschaap hebben ingeschreven ook op de webinar. Dus die gaan hun installatie wel herkennen hier. Ja, daar ben ik. Voilà, nu komen we bij onze eerste installatie in een Nederlandse school. En daar zal Martin dan vooral aan bod komen. Ja. Dus Martin, zoals ik al zei, is gymdocent aan de Hogeschool Thomas More in Rotterdam. Wij hebben daar de lui geplaatst, niet in de Hogeschool, maar in de Elisabethschool te Rotterdam. Dat is een partnerschool van de Thomas More Hogeschool, dus zij hebben een bepaalde samenwerking. Maar hiervoor laat ik Martin een kleine introductie zelf vertellen. Dus Martin, hoe zijn jullie eigenlijk terechtgekomen bij LU? En wat was jullie weg naar LU? Hoe zijn jullie tot bij ons terechtgekomen? Nou, de situatie was eigenlijk heel bedroevend op de Elisabethschool, want we hadden een nieuwe gymzaal nodig. Het bestuur heeft toen besloten van, we gaan hem volledig renoveren en we gaan hem proberen voor de toekomst geschikt te maken. Toen hebben we een presentatie gehad van iemand die onderzoek had gedaan naar wat zijn de toekomstige mogelijkheden in de gymzaal. En toen hebben we kennis gemaakt met de interactieve toepassingen.
In eerste instantie zijn we terechtgekomen bij een wand van iSpace, maar die werkte niet zo heel erg goed toen we daar gingen kijken. Toen zijn we daar snel van afgestapt. Toen hebben we gezocht wat er in de markt nog meer was. Lu ben ik toen tegengekomen en Jans en Fritsen met de Smart Home. Maar Lu, daar liep het contact perfect mee. Het materiaal wat we in België aan het werk hebben kunnen zien, dat was vrij stabiel. En ja, het gaf bij ons de doorslag dat we goede contacten hadden en dat we op onze wenken bediend werden. Dit is wat we zochten en daarmee zijn we aan de slag gegaan. Okay. We werken daar vanuit twee standpunten mee. Enerzijds de kinderen van de basisschool, die gebruiken het in de reguliere gymlessen. Maar wij komen met onze studenten ook in de gymzaal vanuit de PABO. En dan worden de studenten opgeleid om bewegingsonderwijs te geven aan de kinderen van groep 1 en 2. Dus we werken met kleuters in de gymzaal en dan leren de studenten hoe ze dit met kleuters kunnen doen. Maar als ze in groep 3 tot en met 8 les zouden geven, dan kunnen ze als groepsleerkracht met het voorbeeld van de rekenopgave en de taalopgave, kunnen ze dus bewegend leren toepassen. En daarnaast hebben wij voor de studenten de uitdaging om de didactische mogelijkheden van de applicaties te ontdekken en te laten zien, of tenminste laten uitvinden hoe ze dat kunnen toepassen in hun lesprogramma. Ja, en hoe zitten jullie dat eigenlijk in tijdens de gymlessen? Gebruiken jullie dan de LU, enkel de LU tijdens de gymlessen, of splitsen jullie de gymzalen in verschillende zones, of hoe werken jullie daarmee? Door de positie waarin we de LU hebben geplaatst, dus in de zijkant van de gymzaal, hebben we dus een derde van de gymzaal eigenlijk die we met de LU heel goed kunnen gebruiken. En in de andere twee derde gedeelte van de gymzaal kunnen we gewoon alle andere activiteiten doen. Dus we eigenlijk hebben voortdurend een gymles met meerdere activiteiten. En in het begin waren we bang dat de LU te veel zou afleiden. Maar ja, na 2-3 keer zijn de kinderen eraan gewend. En ze doen gewoon hun ding in de andere vakken. En als ze bij de LU zijn, dan doen ze de LU-ding. En dat draait probleemloos door in de lessen. Oké, okay, dus jullie werken met een soort van rotatiesysteem tijdens de gymlessen. Oké. Okay. Korte opmerking van mij. Dus als jullie kunnen zien rechts, er is een chat en er is een vragensectie. En het is misschien het makkelijkst voor de vragen als jullie die in de vragensectie gaan stellen, want dan kunnen we makkelijk controleren dat we op elke vraag hebben kunnen antwoorden. Terwijl in de chat is het een beetje minder gestructureerd. En ik ga hier misschien voorstellen, want er is één vraag aan Maarten. Hoe heeft u de LU ingepast binnen het werkplan? Ja, die heb ik gezien van Gert-Jan, heb ik op geantwoord. Eerste jaar zijn we aan het uitproberen geweest. Maar het is wel de bedoeling dat we een vaste plek gaan geven van in ons jaarprogramma. Wanneer kunnen we de LU wel inzetten? Want het is niet dat we hem iedere week gebruiken. Maar we gaan dus inzetten wanneer die een onderdeel is van de gymles. Dan zie ik verder ook nog of alle leeftijden geschikt is. Nou, dat zullen we later ook zien, dat iedereen er gebruik van kan maken, van kleuters tot en met bejaarde gym kun je met de LU-wand doen, maar dat zal Mark later laten zien. En wat betreft de achterwand, als die helder genoeg is om te projecteren, is iedere achterwand geschikt. Om heb ik zo alle vragen die nu lang zijn gekomen, heb ik ondertussen beantwoord. Super, heel efficiënt. Ik had nog één vraag voor jou, Martin. Dus ja, de LU is eigenlijk bekend om de applicaties die er worden gespeeld. Maar wat dan minder bekend is, is eigenlijk de andere mogelijkheden die je met LU kunt doen. Dus zoals presentaties geven, filmpjes tonen en dergelijke. Ik weet niet, passen jullie dat ook toe? Jazeker. Omdat we de studenten ook lesgeven, dat is een theorie van bewegingsonderwijs en daar gebruiken we dus powerpoints van en filmpjes en ja, we hebben dan ook een ideaal presentatiemiddel in de zaal erbij gekregen, dus het is een extra functie. Voorheen moesten we dat altijd met een beamer doen op een whiteboard, maar nu hebben we een heel groot bord waar we op kunnen presenteren en dat is wel een extra dimensie die we in de zaal erbij hebben gekregen. Dus okay. Ja, hier hebben we een paar slides verder inderdaad ook qua slides toe tot dit onderwerp.
Inderdaad, LU is ook een digitale infrastructuur verbonden met internet, met de computer. Dus alle content die je online kunt vinden of die je kunt uploaden, ergens op een platform, kan je natuurlijk ook met de LU, zoals u het hier ook achter mij ziet, laten zien. En je hebt dan natuurlijk ook een hele grote ruimte ter beschikking. Ik zeg maar iets, corona, je moet anderhalf meter afstand houden tussen die leerlingen. Ja, alle klaslokalen zijn te klein daarvoor. Maar hiermee kun je natuurlijk wel veel mensen in de sportzaal zetten als je die op dat moment niet kunt gebruiken om te sporten, om films of gewoon les te geven. Ja, ja, of presentaties te geven of theatervoorstelling als achtergrond. Ja, er zijn heel veel mogelijkheden, maar we gaan daar straks verder op teruggaan. Yannick, ik stel voor dat we nu even een paar applicaties tonen. Ja, super. Yannick, die zit daar op locatie nu. Wacht, want er is een vraag binnengekomen. Is er een speciale achterwand nodig? Ja, ja, het is inderdaad een lichtkleurige achterwand, zeggen we vaak. Het hoeft niet per se wit te zijn, maar lichtkleurig en redelijk vlak en stabiel. Dus vaak krijgen we ook de vraag of dat een scheidingswand voldoende is. Maar een scheidingswand beweegt, en omdat wij werken met een 3D-camera, is dat niet voldoende. Dus het moet effectief een stevige wand zijn. Ja, maar even tussen, Billy. Ja. Ik heb één keer een ervaring gehad waarbij dat een klant een wand had met nogal veel gaatjes in. Dus die gaatjes in een sporthal zijn bedoeld om het geluid te zetten. En die hadden daar dan zo'n doek tegenspannen. En die doek die was niet helemaal tegen die muur. Dat was zo'n paar centimeter tussen het doek en de wand. Dus, en toch werkte het nog. Tot mijn verbazing. We proberen de ideale omstandigheden natuurlijk voor te leggen. Zoveel te beter dat het heeft gewerkt. Maar ja, het is niet ideaal, waarschijnlijk. Dus het zou kunnen dat het af en toe niet herkent. En op een vlakke wand kunnen wij de herkenning garanderen. Dus, maar leuk om te weten. Leuk om te weten. We zullen even doorgaan met Yannick. Zijn... even Yannick in het groot zetten. Voilà, dus Yannick, vertel eens waar je bent eigenlijk nu. Ja, dus we zijn hier in het Atheneum van Framier in Luik. Die waren zo vriendelijk om ons hun gymzaal ter beschikking te stellen, aangezien de lessen nog niet doorgaan. Ik denk dat we nog minstens 10 dagen gaan moeten wachten tegen dat het hier weer gaat beginnen. En... dit geeft ons de mogelijkheid natuurlijk om jullie enkele applicaties te tonen in echt. Dus, ik zie dat je Galactic open hebt staan. Ja, inderdaad. Dus hier zien we nu in het begin de verschillende niveaus, voor wie dat niet kent. Dus een groen mannetje met 1 zweetdruppel, dan het gele met 2, rode met 3 en dan de ninja-versie. Dus dat is... het niveau dat je kan kiezen. Eens dat je geselecteerd hebt, ja, doe maar eens, Yannick, dan wordt een klein uitleg gegeven en dan gaat hij ervoor. Dus hier is de bedoeling om de aarde te beschermen. Er komen meteorieten naar de aarde toe en hij moet die vernietigen. Hij speelt nu alleen, maar dit zou in grote groepen kunnen gespeeld worden. Hier is belangrijk om samen te werken. Oog-handcoördinatie is hier heel belangrijk. Je moet goed kunnen. En het is goed kunnen mikken. En het is wel competitief. Waarom? Er worden scoren bijgehouden, rechts van boven, in de hoek. En telkens kan je de score verbeteren. En ik denk dat Mark daar een hele leuke anekdote over heeft. Mark, vertel eens. Een van de sportdagen was met de politiezone van een bepaalde stad. En die hebben dan toen het record gebroken van de 5000. En een aantal weken later ging ik naar de gevangenis van Ieper. En mochten de gedetineerden ook aan de slag met de LU. En ik moet zeggen, toen ik vertelde dat de politiezone het record had, stijgde het enthousiasme enorm. En hebben ze heel hard hun best gedaan en zijn erin geslaagd om het record te breken. dat is ook wel dat is leuk als je mobiele leert natuurlijk en je gaat van locatie tot locatie en kun je verschillende scholen of
verschillende instanties tegen elkaar laten spelen. Jannik, wat ga jij nu eens tonen aan ons? Nu gaan we met WAC spelen, de WAC-applicatie. Ja. Dus het is een beetje een gelijkaardig principe dan Galactic, maar hier kunnen wij eigenlijk, dus terug het moeilijkheidsniveau, hier kunnen we kiezen tussen ofwel kleurtjes herkennen, ofwel rekensommen oplossen. En dus ik ga dat nu selecteren. 3, 2, 1, start. Groter dan 10, hè, nu? Ja. Dus deze is wel voor een... je kan de snelheid ook aanpassen. Dus hier gaat het wel redelijk snel. Dus als eerder voor volwassenen of adolescenten. Ja, maar als je met zoek is, met een aantal kinderen werkt, Billy, hier, dan kunnen ze met 5 kinderen voor het scherm staan en ieder verwacht zijn zonen. En zo kunnen ze die snelheid wel aan. En de jongste kinderen, kleuters, vinden dit fantastisch als je de kleuren gebruikt. Ja, dan komen in een kleur, hoeven ze dus niet de sommetjes te gebruiken. Dus je kunt dat met meerdere niveaus in de basisschool kun je dit gebruiken. En je krijgt gewoon ik denk inderdaad op basisschoolniveau dat je dan eerder de kleuren en de diertjes zult doen. Of misschien de wiskundige oefeningen, maar dan op traag. En dan eerder naar teambuildings of voortgezet onderwijs of middelbare scholen, daar kan je wel al iets meer uitdagender gaan. Hè? Ja. Ja. Waar ik dit ook bij gebruikte, dit spel, is bij mensen met een beperking. Oké. Dus dan zitten die in een rolstoel en dan kan je die plaatsen op ongeveer een meter, anderhalve meter van de wand. En je hebt er een begeleider bij die de bal dan eventueel opvangt en teruggeeft aan de persoon. Maar die kan dus hun gebied dan zogezegd bewaken in dit spel. Oké, misschien moeten we eens vragen in de chat voor Sport Vlaanderen Brasschaat, omdat ze toch aanwezig zijn. Want zij zijn een Sport Vlaanderen centrum die gespecialiseerd zijn voor gehandicapte sport, voor G-sport. En die hebben daar een lust aan. Dus als jullie bepaalde feedback willen geven van hoe dat jullie het gebruiken met gehandicapten, smijt ze gerust in de chat. Ik denk dat er nog andere mensen dat graag willen weten. Dus, Yannick, wat ga je nu even tonen? Nu gaan we naar één, Mieren noemt deze. Dus dat is meer een mixspel. Wat hierbij leuk is, je kunt heel veel dingen zelfs instellen. Je kunt op tijd spelen, je kunt tot aantal punten spelen. Je kunt ook spelen King of the Court, dus telkens valt er één iemand af tot er nog maar één speler over is. Stel, we spelen hier op tijd. Vrij niet te moeilijk misschien om te starten. Iedereen krijgt een kleur, dus je kunt selecteren hoeveel aantal spelers, maar dat kunnen natuurlijk ook ploegen zijn. We pakken hier 3. Ik ben natuurlijk alleen op dit geval, maar je moet je dit dan kunnen inbeelden. En ik ben groen, dus ik ga altijd mijn groene kleur achterna moeten. En die beweegt door heel het scherm. Ja, dus hier heb je een hele chaotische bedoeling, omdat iedereen door elkaar loopt. Dus Yannick is nu alleen, maar als je met 3, 4, 5 of 6 spelers bent, dan... is het heel intensief en heel ludiek. Dus deze kan je dan instellen om over het scherm te laten bewegen, maar je kan ook recht over jou zetten of je kan het aanpassen. Dus Yannick heeft nu de aangepaste versie gedaan, denk ik, of niet? Ja. Dus hier kan hij kiezen van pak je wild voor volleyballers enkel de onderhandse baltoets doen. Dan kun je instellen dat je het doelwit enkel... van boven, laatste trekt. Dus Het is wel lekker. Dus Yannick, in zijn gloriejaren was hij een top volleyballer. Dat zien we nu niet meer, maar... Dus hier heeft Yannick ingesteld om de doelwitten redelijk klein te doen en op een bepaalde hoogte. Maar je zou ze laag kunnen doen, je kan ze allemaal zelf instellen. Dus hier gaat hij sit-ups doen.
Dus je kan eigenlijk de creativiteit van de gymdocent of de instructiegever is heel belangrijk in dit geval. Iedereen vraagt iemand, kun je ook muziek afspelen tijdens het spel? Dus dat klopt, ja. Nu staat hij momenteel op stil. Dus, maar elk spel wordt begeleid door muziek. Aha. Ja, ik denk dat Yannick het geluid niet heeft aangedaan, omdat het anders te rumoerig is. Oké. Okay. Ja, want onze luchtsystemen zijn geïntegreerd met zowel geluids- als lichtinstallatie. Maar daar gaan we straks verder op ingaan. Maar bij de volgende applicatie die Yannick gaat tonen, ga je wel meer geluid horen. Ja. Ik wil ook even inspringen op Sport Vlaanderen Brasschaat. Die gebruiken zwemnoedels. Voor de mensen met een rolstoel, zeggen ze. Ah, ja. Dus dat is ook een optie, inderdaad. Dus niet enkel met ballen of met handen, maar met zwemnoedels. Maar als je te dicht bij de muur strooit, dan, ja, inderdaad, je zit met schaduwen. Dus je moet zien dat je ze iets van de muur krijgt. Dus niet dicht bij de muur. En langs de buitenkant is het best dan. Als je ze plaatst met de rolstoel, dat je ze niet in het midden plaatst, maar eerder dan de buitenkant. Ja. Oké. Okay. Ah, wel, dat is een goede feedback. Voilà, nu hebben we het geluid erbij. Deze is Dojo. Deze is een opwarming oefening. Dus deze wordt vaak gedaan net voordat de les begint. De gymdocent die kan in principe voordat hem zijn zaal indeelt, dit activeren en zo kunnen de kinderen, ja, dat is misschien beter op mijn minder geluid, zo kan de gymdocent de kinderen al laten opwarmen. Ik doe dat, eigenlijk met de hele klas, dus bijvoorbeeld 20 kinderen, je maakt schiergroepjes van 5, je laat betrekken van 10 meter van voor het scherm, één iemand van de groep loopt naar voren, tikt de kaart aan, de oefening komt tevoorschijn, loopt terug naar de groep, ze doen dan samen de oefening. Gedurende 10 seconden jumping jack of, en dan op de volgende kick naar voren, kick de land aan en zo heb je eigenlijk de klas die aan het bewegen is. Ja, ik denk dat Martin, ik denk dat jij dat kan bevestigen, dat ook zo is in de Elisabethschool, dat jullie met grote groepen doen, de eerste gaan naar voren, tikt de aan en dan gaan ze samen in groep dat klopt. De opwarmingen doen. We hebben net gevraagd van geeft geen ongelukken, maar het is een kwestie van je les organiseren, zet de groepjes op de juiste plek en dan kunnen ze daar vrij bewegen en dan loopt het steeds heen en je ziet aan Yannick, je hebt geen bal nodig, je kunt ook de muur gewoon aantikken. Ja. Die sensoren die zitten niet in de muur, maar er wordt geregistreerd met een 3D-camera. Dus in de muur zelf, daar zitten geen specifieke aanpassingen voor de lu. Als je maar kunt. Nee, het zit hem ook niet in de ballen, want die vraag krijgen we ook af en toe: van zit de technologie in de ballen? Nee, het is gewoon de 3D-camera die herkent de afstand tegenover de muur en die weet wanneer dat er iets de muur gaat raken. Dus je kan dat met andere ballen ook doen. Dus het hoeft niet per se de lu-ballen te zijn, die krijg je wel bijgeleverd bij de installatie. Maar als je gebruik maakt van badminton shuttles, dan zijn ze soms een beetje lastig gezien als ze vooral heel snel gaan, de badminton shuttles. Dan worden ze niet gereed. Ja. Ja. De badminton shuttles zijn veel kleiner. Ja. Als je een mobiele versie gebruikt en als je die dan dichter bij de muur gaat zetten, dan gaat je scherm ook compacter zijn. En daar ga je wel met badminton shuttles kunnen spelen. Maar als je een Uno-installatie of een Duo-installatie hebt, dan is het scherm meestal een pak groter. En dan moet je toch, raden we aan, minstens handbalgrootte te hebben. Dan heb je sowieso de optimale herkenning. Ik zie Vika. Vika is een soort van quizvorm, maar het is een heel uitgebreid spel. Dus hier ben je wel meer dan een half uur mee zoet als je het wilt uitspelen. Zoals je ziet kan je thema's kiezen. Yannick heeft nu geselecteerd voor alle thema's, maar je kan ook kiezen voor wiskunde-thema's, aardrijkskunde, fysica en sportthema's. Dus Yannick kan nu even alle thema's selecteren en je komt eigenlijk in een zee terecht met verschillende havens. Elke haven heeft een thema. Je ziet dat Yannick wind in de zeilen blaast en rechts, rechts is het blauwe team, links is het rode team. Daar kan je aan het roer draaien.
Als je aan het roer draait, dan verandert je van kant. Dus als hij nu op het roer doet, gaat hij naar rechts. Dan moet hij wind in de zeilen doen en zo naar een haven geraken. Maar het gaat even niet zo vlot, Yannick. Ja, het is niet evident. Alleen, het is niet gemakkelijk. Alleen. Ja. Ja, meestal moet je met meerdere zijn, dat is veel gemakkelijker. Maar hij is nu in een haven geraakt. Dus van zodra hij in de haven komt, speelt het rode en het blauwe team tegen elkaar een quizball. Dus hier denk ik dat we aan een wiskundehaven zijn terechtgekomen. Dus we laten Yannick even weten. Misschien is het ook de kans om even te zien wat de mensen allemaal hebben gereageerd. Bij kleuters leggen we een rand van matjes voor de muur. Oké, ja, dat is inderdaad wel slim gezien. Dat er een bepaalde afstand is tussen de muur en de kindjes, waardoor dat ze niet tegen de muur komen en ook iets meer kunnen bewegen. Dat is een goede opmerking. Je kunt ook interactieve lijnen op de vloer gebruiken, maar die heeft ook niet iedere gymzaal. Nee, daar is niet iedereen heeft die luxe natuurlijk. Maar daar zullen we straks misschien nog iets kunnen over laten tonen. Of, dat hebben we al gedaan, ja. Denk ik. Ja, die foto's zijn al zichtbaar geweest. Maar inderdaad, ja, in Elisabeth School in Rotterdam hebben ze ook LED-verlichting in de vloer. Even kijken wat we nog hebben. Zijn er nog vragen die we kunnen even aan bod laten komen? Hoe stevig is de apparatuur aan het plafond? Wat als er ballen tegenkomen? We moeten een onderscheid maken tussen de Uno's en de Duo-systemen en de mobiele. Dus de Uno- en Duo-systemen die zijn hufterproof. Dus die zijn echt ontwikkeld voor in gymzalen. Dus die kunnen tegen een goede stoot. Dus zaalvoetballen, basketballen, dat kan daar perfect tegen. Die zijn eigenlijk in een case. Dus hier heb je een zicht van een Uno-systeem. Dus de licht- en geluidsinstallatie en de computer en dergelijke, dat zit allemaal in een beschermcase. Dus die zijn hufterproof. Ja, je hebt filmen. Ik weet niet of dat... Kun je even tonen. Dus de achterste deel is eigenlijk de projector. Dan heb je de boot, die dat we noemen. Dat is de licht- en geluidsinstallatie en de computer zit daarin. En dan de voorste module, dat is de 3D-camera. Ja, misschien. Dus dan heb je een klein idee. Ja. Zo zie je dat het eruit ziet, ja. En dan de mobiele versie daarentegen, die zien jullie hier. De mobiele versie, die is wel een pak gevoeliger. Dus daar raden we niet aan om zaalvoetbal er net naast te gaan spelen. Want omdat die mobiel is, moet die afgebroken worden en dergelijke. Dus die is een pak gevoeliger. Zoals je ziet, de licht- en geluidsinstallatie is extern daar. En dus gemakkelijker te beschadigen. Ja, dus dit is de mobiele wat wij mee aan de slag gekomen zijn het afgelopen jaar. En in het begin had ik ook zoiets van, oh, ik trek er een uurtje vooruit om het op te bouwen en af te bouwen. Maar naarmate dat je het vaker doet, kan ik zeggen dat ik nu al een klein half uurtje nodig heb om het volledig klaar te krijgen. Dus niet zo lang. Doe jij dat alleen, Mark? Ik doe het alleen, omdat ik vaak ook alleen op pad ben met de mobiele lu. Maar het is redelijk, het projector zelf is het zwaarste gedeelte. Dus daar ben je best met twee om het op de standaard te heffen. Maar je hebt wel wat spief. Ja, wij doen het meestal met twee omdat het ook iets sneller gaat. En toch voor de zekerheid, omdat dat hoofd waar dat de projector in zit, dat weegt toch een klein beetje. Je moet het boven je hoofd tippen. Ja, dus
Ja, misschien kunnen we nog even terugkomen op. Dus we hebben nu een paar applicaties getoond. Er zijn nog twee voorbeelden die wij jullie graag willen laten zien. En dan zouden we eigenlijk. Dan gaat het gedeelte zijn van het sportwerk, waar we een beetje meer op gaan ingaan. Dus hier ziet u een mindfulness-applicatie. U kon dat daarnet ook in het filmpje zien. Dus dit is meer een oefening voor aan het einde van een gymles bedoeld. Dus hier gaat het echt, gaat er een stem zijn die gaat zeggen, focus op uw ademhaling, doe deze oefeningen rustig na. En zoals u hier kunt zien op deze foto, de hele gymzaal wordt in hetzelfde donkerblauwe, rustgevende licht. Ik zie ook in de chat iemand dat in het begin had gereageerd van fijn dat er ook aandacht wordt gegeven aan meditatie. Zelf geef ik yoga, Sabine van Hoeken. Er zijn ook bepaalde landen waar dat meditatie een onderdeel is van de vakken. Hè. Ik denk in Groot-Brittannië is het... Is het een verplicht vak, hè? Dacht ik, meditatie, Janik? Ja, inderdaad. Ze noemen het mindfulness in dat geval. En het is, ze baseren zich op studies die tonen dat kinderen die regelmatig deelnemen aan dit soort activiteiten, dat ze meer zelfvertrouwen gaan hebben en beter kunnen gaan focussen. En dit is natuurlijk superleuk als je dit al het einde van je sportsessie kunt doen, zodat de kinderen rustig terug naar de les kunnen gaan. Ja. We hebben misschien nog een filmpje veel meer. Ja. Dus hier, dit is eigenlijk de video van het WK van LU van 2018. Dus hier hebben verschillende scholen in de wereld aan deelgenomen, dezelfde dag, in hun gymzaal. En de bedoeling was om zo snel mogelijk dat parcours met 16 leerlingen af te leggen. En online was er dan een live ranking, waar die verschillende groepen met elkaar vergeleken werden. En hier in deze school in Brussel is wereldkampioen geworden. Onze Amerikaanse vrienden, die je hier in het beeld ziet, hebben de nationale hymne gezongen voor de wedstrijd. Dus het gedachtegoed van een wereldwijde groep van gebruikers en van partnerscholen te hebben die met elkaar gaan spelen, dat is echt wel de bedoeling om dit nog verder en verder uit te bouwen. Ja, dus ja, elk jaar is de bedoeling dat er wereldkampioenschappen worden georganiseerd. Dus deze was nu 2 jaar geleden. Dat was de relay-wedstrijd, dus een soort van estafetteloop, zoals jullie zagen. In 2019 was het een andere applicatie. Dat was Mozart. Wacht, ik denk dat Janik eventjes... Ja, er was een vraag over topografie. Dus we hebben inderdaad de leeractiviteiten ook. Natuurlijk hier in deze... dat is natuurlijk nu veranderd, omdat ze de beelden hebben veranderd. Maar normaal gezien heb je hier dus een puzzel, maar met wereldkaarten. Dus er zijn nog een paar... Hier zijn het nu monumenten ter wereld, zoals deze in Azië. Wat dat ook leuk is, vind ik, is dat je eigenlijk, want zo'n puzzel, dat doe je bijvoorbeeld met 2 of 3 kinderen per puzzel. Maar dat is heel kort, dus naar mijn gevoel stoort het niet dat er een deel van de kinderen mee aan het kijken is, want het is een kort spel. Dus, een minuutje, dus na de wisseling, de afwisseling, je kan snel deelnemen. Ja. Ik zie nu dat we nog andere vragen hebben. Pim, moet deze voorzieningen op een vaste hoogte hangen of wordt het aangepast aan de hoogte van de ruimte? Dat is deels eigenlijk. Hè. Dus ja, idealiter plaatsen we het op 6 meter hoogte. Maar als je geen 6 meter hoogte hebt, dan kunnen wij dat aanpassen. Onze gym dus was maar 5,5 meter hoog en heb je hem ook weggehangen. Oh wel, ja, voilà. Dus ideaal 6 meter, maar het kan ook lager, het kan hoger.
Dus dat is allemaal geen probleem. We passen ons aan de ruimte eigenlijk. Hoeveel LU-systemen zijn er inmiddels in gebruik in Nederland? In Nederland zullen er nu 10 of 15 LU's zijn. 15 inderdaad. 15. Ja. Als je hier begint, ben je dan voorloper. Ja. LU is marktleider in zijn segment. Dus ja, in elk land zijn we eigenlijk de voorloper met deze systemen. Ik denk aan onze regio Kop van Noord-Holland. Regio Kop, die ken ik niet zo goed. Maar in Noord-Holland hebben we er nu een paar. Ik dacht in Groningen, wacht even de map bijnemen. Ja. Leeuwarden daar. Dus daar hebben we er één staan. Dus op zich, als jullie daar één willen aanschaffen, dan zijn jullie redelijk uniek daar helemaal van boven. Nee, de kop van Noord-Holland is boven Alkmaar. Ah, maar daar is het ook best oké. Okay, dus daar... Dank u, Martin. Daar is er ook nog marge aan nieuwigheden. Ik zou zeggen, als jullie ooit eens een mobiele systeem willen uitproberen, contacteer Sportwerk. Maar ik denk, het noorden van Holland ligt misschien net buiten het bereik. Maar iets dichterbij, dan kunnen we gerust iets doen. Ja, ook om een idee te geven, als jullie wensen dat wij eens een demo komen geven bij jullie, dat jullie twijfelen over het aankoop, of jullie het eerst eens zien voordat jullie het overwegen om aan te kopen, dan kan Yannick, mezelf of een andere collega van u steeds tot bij jullie langskomen voor een gratis demonstratie. Hè? Dus dat gaat niet lang duren, we komen een uur, twee uur ter plaatse, maar dan heb je wel een idee van hoe dat het eruit ziet en kan je het zelf ook testen. Ik stel voor dat Yannick eventjes Mark uitgebreider voorstelt. Ja, of Mark zichzelf voorstelt. Ik ben grote meneer, hè. Gaat hij wel. Misschien je werking bij Sportwerk. Bij Sportwerk. Ja. Misschien kennen onze Nederlandse kijkers dat nog niet zo goed. Ja, Sportwerk is eigenlijk een VZW, een organisatie die zich bezighoudt met de tewerkstelling in de sportsector. Dus onze klanten, dat zijn voornamelijk gemeentelijke sportdiensten, scholen en clubs. En onze begeleiders, die staan dus bij ons in dienst. Die staan bij ons onder contract. En de klant boekt eigenlijk bij ons of een lesgever die wij dan aanbieden. Een soort van HR, een soort van interim voor sportlesgevers. We hebben vaste lesgevers in dienst, meer dan 100-tal, die dus met diploma, bachelor of master lichamelijke opvoeding, die bij ons in vaste dienst zijn. En daarnaast hebben we ook nog een groep van mensen waar wij af en toe beroep op doen. Dat zijn dan de losse lesgevers. Dus iedereen kan bij ons eigenlijk een paar uurtjes lesgeven. Dat is wat wij doen bij Sportwerk Vlaanderen. Wij doen ook opleiding voor onze lesgevers. Dus als er nieuwe dingen zijn, zoals bijvoorbeeld de LU, dan organiseren wij een academie, dus een sportwerkacademie, waarbij dan wij onze lesgevers voor uitnodigen om hun kennis bij te brengen in nieuwe zaken. En, dat is één ding die ik doe. En dan daarnaast ben ik ook nog deeltijds docent bij de Erasmus Hogeschool Brussel. En daar zit ik bij de opleiding van de LO-leerkrachten. Oké, en hoe, misschien kunt jij een beetje meer vertellen, hoe zijn jullie in het project LU terechtgekomen? En welke ervaringen hebben jullie ermee kunnen maken? Dus, ik denk dat jullie het nu een jaartje geleden hebben beginnen gebruiken eigenlijk. Ja, dus wij krijgen vanuit onze klanten vaak de vraag van om iets nieuws te brengen. Op dat vlak zijn we eigenlijk constant op zoek naar leuke nieuwe activiteiten waarvan dat wij denken dat de klant dat ook leuk gaat vinden. En dan uiteraard via IDEMA, die onze partner al jaren is, dan zodra dat zij de LU eigenlijk
binnengehaald hebben, zal ik maar zeggen, hebben ze ons gecontacteerd. En op die manier zijn we eigenlijk mee in contact gekomen. En dan heeft het nog wel eventjes geduurd, vooraleer dat onze raad van bestuur beslist heeft om er zelf ook aan de slag mee te gaan. En dat is ondertussen een jaar. En we hebben dat dan in de markt gezet bij onze klanten. En dat is heel goed onthaald geweest. Dus we hebben veel meer opdrachten kunnen doen dan verwacht. En ik heb niet allemaal heel veel van die opdrachten zelf uitgevoerd, omdat je toch altijd met een logistieke uitdaging zit, waarbij dat je toestel moet ter plaatse brengen en een lesgever erbij die het begeleidt. Zo bieden wij het aan. De meeste opdrachten heb ik zelf kunnen uitvoeren. En ja, de ervaring is dat iedereen het altijd leuk vindt, van kleuters tot volwassenen, voor gemeentelijk personeel, sportdagen, ook voor mensen met een beperking. Ja, we hebben hier een paar foto's van iedereen eigenlijk. Leuk om te doen. Dit is een foto van een heel speciale plaats. Normaal gezien, vanaf het begin dat ik ermee aan de slag ging, was het zo van, kijk, het moet een vlakke, egale achtergrond zijn. Hè? En naarmate ik het vaker deed, merkte ik ook wel, oké, het moet niet altijd perfect zijn en toch werkt het. Maar in dit geval was locatie de zwarte doos, heet dat. Ja. Dat is gewoon compleet zwarte ruimte. Ook met nogal een grillige achtergrond. En ik heb het ook moeten kleiner maken. Het scherm is daar redelijk klein, omdat er steunpilaren uit de muur zaten. Dus die moet je echt vermijden. Maar kijk, ja, het werkte toch. Dus tot mijn verbazing. Ja. En hier dat was met tieners. Dus de vragen over hoe werkt het met verschillende doelgroepen? Dit is in ons bij de opleiding van de LO-leerkrachten heb ik het ook geïntroduceerd in de les. Om samen ook voor hun die nieuwe zaak te leren kennen eigenlijk. Hè. Dus te weten dat het bestaat en te kijken wat de mogelijkheden zijn. Dit is een beeld van een seniorensportdag. Ook daar opnieuw, het is verbazingwekkend eigenlijk hoe die senioren er enthousiast over doen. Je zou zeggen, van dit is iets digitaal, ze hebben daar niet veel feeling mee, maar ik moet het tegendeel zeggen, er zijn echt heel, heel vaak heel enthousiaste senioren die met de buur aan de slag gaan. Super. We zijn een beetje te lang, ben ik aan het zien. Dus ik ga proberen om het tempo een beetje te verhogen. Dus wat zijn de toekomstige evoluties die nog verwacht kunnen worden? Dus er komt een nieuw bestuurssysteem. Er komt ook het CMS, dus Content Management System, waar je zelfs als gebruiker invloed gaat hebben op de applicaties. Dus stel, er komt een vraag- en antwoordquiz zoals daarnet. Dan kun je zelfs de vragen en antwoorden bepalen. En elke week eigenlijk veranderen, wat natuurlijk super leuk gaat zijn, ook voor leerkrachten die dan echt dag per dag kunnen inspelen op hun lesmateriaal. Bestaande applicaties gaan herzien worden en natuurlijk ook bijkomende applicaties. Dus we zijn iets gelaten, maar we zijn natuurlijk ook al tijdens de hele presentatie bezig geweest met vragen te beantwoorden. Dus misschien is nu dan het moment om daar nog vragen te stellen, moesten jullie er hebben. Het liefst in het vragengedeelte van de chat en niet in de chat zelfs. En misschien gaan we dan ook even de vragen beantwoorden mondeling. Allee, dat iedereen kan meeluisteren, dan gaat het ook allemaal een pak sneller. En misschien gaan we al een paar vragen overlopen nu die dat wel beantwoord hebben, maar zodat iedereen een antwoord heeft op de vragen. Hè. Ook nog eventjes een kleine poll publiceren. Zo. En dan gaan we terwijl de vragen beantwoorden. Hè. Ik zie ook een vraag komen. Vraag over de prijs, Billy. De vraag over de prijs. Voilà, dit is dat. Dus de prijs, ja, dat varieert tussen onze verschillende systemen. Hè. Yannick, gaan wij straks ook misschien naar alle mensen de presentatie doorsturen, prijslijst en extra informatie. Dus jullie krijgen een link waar je de hele presentatie terug kunt beluisteren.
We gaan de presentatie op zich sturen en ook de prijzenlijst. Dat gaat misschien al om een idee te geven. Dat hangt een beetje af natuurlijk van de ruimte. En het gaat dus tussen de 17.000 en 35.000 euro zitten, afhankelijk van het systeem. Duur systeem, we hebben er niet veel over gepraat daarnet. Dus, maar dat hebben we dus natuurlijk ook, waar we twee systemen tegenover van elkaar gaan plaatsen. Hier zitten we natuurlijk in de hogere prijskategorie. En we gaan gewoon die prijslijsten opsturen en de installatiekosten hangen ook een beetje af van natuurlijk. Ja, maar zoals we zeiden, ja, we gaan straks de prijslijst doorsturen. De mobiele, dat is eigenlijk de prijs. De Uno en de Duo, daar komt nog installatiekost bij. En dat is afhankelijk van de situatie. Als je een gemakkelijke plafondstructuur hebt, dan is dat ja, minder. Als de plafondstructuur iets ingewikkelder is, een vals plafond en dergelijke, dan zal de prijs iets hoger liggen qua installatie. Okay. Maar ja, die prijzen krijgen jullie doorgestuurd. Dus hier is een vraag over het contact met Lu. En zijn ze open voor feedback en nemen ze dat op? Dus in het algemeen staan wij in heel goed contact met Lu. Dus bijna wekelijks aan de lijn. Het is natuurlijk zo dat zij een visie hebben om content uit te brengen die voor een hele gebruikerspool, laat ons zeggen, interessant is. Dus de manier waar we daar werken is met een Facebook-platform, de LuLab, waar je dan als gebruiker rechtstreeks je voorstellen kunt indienen en commentaar geven ook op ideeën uit andere regio's, andere landen. En Lu probeert daarvan een beetje een mengeling te maken van wat is echt het meest interessante, het leukste, wat iedereen leuk gaat vinden. Wetende dat dan natuurlijk ook het CMS, waar nu aan gewerkt wordt, ervoor gaat zorgen dat je niet alleen de inhoud van de speler gaat zelfs kunnen bepalen, maar ook deels sommige speelmechanismen kunt bepalen. Maar daar kan ik nog niet vertellen omdat het nog echt helemaal in de uitwerking zit. Ja, en misschien even op ingaan, want misschien was zijn vraag ook van wat is het contact van Martin en Mark met ons? Hoe dat verloopt? Misschien was dat ook de vraag van te zien hoe je die interpreteert. Kunnen jullie daar even op antwoorden? Jazeker. Tot nu toe zijn we super tevreden met ondanks dat jullie in België zitten, maar gelukkig is Billy naar Rotterdam verhuisd. Dus zij woont bij ons om de hoek, dus dat gaat uitstekend. Ik zelf ben geen Facebook gebruiker, maar mijn collega's hebben heel goed contact met de Facebook groep via Lu. En daar kunnen ze hun ei kwijt. En kunnen wij ook Lu onze wensen overbrengen en hopen dat ze in de toekomst daar ook gebruik van kunnen gaan maken. Oké. Okay. Ja, en Mark, wat dat wij betreft, toen ik in het begin, dus de eerste keer begon met de Lu na een korte opleiding, had ik een probleempje met de calibratie. Dat lag volledig aan mij, want ik had niet goed opgelet tijdens de opleiding. Als er kleine probleempjes zijn, ik kon altijd bellen naar IDEMA en dan was er altijd wel iemand om mij direct te helpen, zodat ik ter plaatse eigenlijk, het is altijd opgelost geweest. En dat vind ik heel belangrijk, dat je toch altijd die backup hebt en die steun hebt van het bedrijfsleven, want anders, dan wordt het moeilijk. Maar dus daar ben ik heel tevreden over. Ja. Het voordeel is, als je verbonden bent met internet, kunnen wij van op afstand ook toegang hebben tot jouw Lu. En dan kunnen wij heel snel de software toch aanpassen. Hardwarematig, dan moet ons technisch team komen. Maar alles wat softwarematig is, kunnen wij van op afstand meteen toegang nemen en oplossen. Ik heb één keer een probleempje gehad. Ga eens even sturen naar die slide met de mobiele Lu, Jannik. Kun je dat teruggaan? Ja. Tonen die foto. Dat is nog een leuke anekdote. Ja, leuk. Het was een opdracht voor Sport Vlaanderen. Voor het innovatiecongres en het is een hele mooie foto, maar jammer genoeg hebben we de Lu die dag niet kunnen gebruiken en dat kwam omdat er een rook
rookgordijn werd gelegd. Dus om een bepaalde sfeer te creëren, hadden ze rookmachines aangelegd. En ja, die ruimte was volledig gevuld met rook. Dus als je dat van plan bent, dan kan je de lune niet gebruiken. Dat zeker maar in alle andere gevallen wel. Nog een vraag hier, dat Yannick aan bod heeft laten komen. Ja. Waarin onderscheidt Lu zich tegenover het Janssen en Fritsen systeem? Ja, dat laat ik liever aan jullie over. Ja, voor ons is het voor de hand liggend, maar jullie als gebruikers, jullie hebben waarschijnlijk ook vergeleken. Wat is jullie feedback daarop? Ja, iSpace viel bij ons heel snel af. Toen was de keuze tussen Janssen, Fritsen en Lu. Het kostte me wat moeite om contact te krijgen met Janssen en Fritsen. Ja, dan houdt het voor mij gewoon op. Bij Lu ging het gewoon van een leien dakje. En wat wij wilden hebben, dat werd geleverd. En dat hadden we nodig. En tot nu toe gaat het heel goed. Met Idema Sport dan als tussenstation naar Lu. Ja, okay. En bij ons, Janssen en Fritsen is eigenlijk ook nooit te sprake geweest. Ik ben wel... een aantal keer langs geweest voor een opleiding, maar ja, ze waren gewoon nog niet klaar op dat moment, dus het stond nog niet op punt een jaar geleden. Ik weet niet hoe ze nu staan, maar toen stonden ze niet op punt, dus ze zijn helemaal niet ter sprake geweest. Voor ons is het inderdaad misschien niet zozeer aan de het is misschien niet zozeer aan ons om over Janssen en Fritsen te spreken, maar wat wel een heel belangrijk troef lijkt voor Lu, is dat Lu echt een bedrijf is die alleen dit ene product en concept ontwikkelt. Dus dat betekent, als het product niet goed is, dan overleeft het bedrijf niet. En dat betekent ook, dat product wordt over de hele wereld gebruikt en er zijn al honderden installaties. En natuurlijk, hoe meer mensen hetzelfde systeem gaan gebruiken, hoe beter gaan ze ervoor kunnen zorgen om het systeem ook beter te maken achteraf. Dus het internationale aspect is in dit geval echt wel in mijn ogen een sterke punt, zoals bij het meeste wat elektronisch is eigenlijk. Verder ga ik daar niet te veel op ingaan, op het systeem van Janssen en Fritsen, denk ik. Ik weet niet of je nog... Er is nog een vraag van, heeft het systeem af en toe een update of onderhoud nodig? Een update, ja, dus 12 maanden na aankoop heb je recht op alle nieuwe updates. Dus de updates van bestaande applicaties, maar ook nieuwe applicaties dat erbij komen. Na 12 maanden heb je de vrije keuze om een nieuw abonnement aan te gaan voor de nieuwe applicaties en de update van de bestaande applicaties. Als je die niet aangaat, dan heb je nog altijd je applicaties die je had. Dus die verdwijnen niet. Dus die blijven steeds beschikbaar. Als je pas over 3 jaar beslist om een nieuw abonnement aan te gaan, dan kan dat ook. Dus daar ben je volledig vrij in. Qua onderhoud. Een onderhoud is niet verplicht, maar die raden wij wel aan. Omdat je zit toch met gevoelige materie, dus dat heeft wel onderhoud nodig. Dus dat moet even gecontroleerd worden dat alles nog goed ingeplucht is, alles terug herkalibreren, misschien ontstoffen en dergelijke. En daar is inderdaad, daar kunnen we een contract voor opmaken. Ik zag ook heel veel vragen over, worden de meeste spelen met de bal gedaan? Dat is deels bewust gedaan, dat met de bal wordt gespeeld. Waarom? Omdat als er met de bal wordt gegooid, gaan de kinderen veel meer bewegen. Dus ze moeten de bal gooien, ze lopen achter de bal, dus ze gaan ten eerste veel meer bewegen. Ook handcoördinatie, werptechnieken en zo, dat is heel belangrijk. Maar buiten de bal zou je het eventueel met de handen kunnen doen, als je uit de schaduw blijft en... ik zag hier ideeën over zwemnoedels en dergelijke, dus het kan ook met andere materialen. Ja. Dus het hoeft niet per se met de bal te gaan. Ik kan er nog aan toevoegen, Billy, dat ik ook bij de opwarming regelmatig het gewoon gebruik als projector. Dus dat je dan een YouTube-filmpje laat zien met dansbewegingen dat ze kunnen meedoen. Dus als je wifi hebt... kan je perfect ook eender wat tonen op het scherm. Hè. Dus dat kan ook gebruikt worden. Ja,
En als je een vaste installatie hebt, kun je die aansluiten op je netwerk van de school en dan heb je een wat stabielere verbinding dan de wifi. Ja, klopt. Er is er nog een vraag. Ja, gebeuren er geen ongelukken met, door met verschillende kinderen en door elkaar te gooien? Je bewegingsvrijheid is beperkt met meerdere kinderen, personen en iedereen is gericht op het scherm. Hier komen we terug bij het punt dat de manier waarop de les gestructureerd is natuurlijk uitermate belangrijk is. Dus Vue is uiteindelijk een tool, dus een hulpmiddel voor de leerkracht. En de leerkracht gaat een heel belangrijke rol moeten spelen door te selecteren welke kinderen, welke activiteit op welk moment en op welke manier. Dus ja, zoals in dat filmpje van Embrasschaat bijvoorbeeld, kon je heel goed zien, ze waren met 20 kinderen, maar je maakt 4 groepen van 5. En ze moeten nog een kleine estafetteoefening doen op voorhand, de bal naar elkaar gooien. En zo kun je dan ervoor zorgen dat er veel kinderen tegelijk in beweging zijn, natuurlijk. En dat is hetgeen wat wij met onze studenten doen, dat ze dus leren hoe ze dat moeten organiseren met de kinderen. Ja, inderdaad. Ja. Ja, ik zie ook dat de nieuwe Gimen online is. Die heeft inderdaad een analyse gemaakt tussen de verschillende oplossingen voor interactieve muren. Dus die kan je in de chat ook terugvinden in de website. Als je nog meer informatie nodig hebt voor als je het wilt vergelijken. Maar wij stellen voor om het vooral live aan het werk te zien. Als je overweegt om aankoop aan te gaan. Dus live aan het werk te zien, alles live te vergelijken. En dan heb je er echt een beter zicht op. Dus hier is nog een vraag over het contact. Gaat dat via jullie of rechtstreeks met u? Dus wij van IDEMA-sport gaan altijd de eerste lijn contactpersoon zijn. En we hebben natuurlijk ook al redelijk wat ervaring, omdat wij ook het supportcentrum voor heel Europa aan het worden. Verschil ook. En het is inderdaad zo, moesten er problemen zijn die onze technici niet kunnen oplossen, weten we dat we ook ondertussen meer dan 100 systemen in circulatie hebben in Europa. Moesten er nog problemen zijn die wij niet kunnen oplossen, dan hebben we een rechtstreekse lijn natuurlijk ook met u om daar samen naar te kijken. Dus dat is een beetje de manier waarop het werkt. Oké. Ik zie dat er nog vragen zijn. Bij welke school in Nederland kunnen we gaan kijken? Ja, daarvoor mogen jullie contact opnemen met mij, maar ik denk dat de Elisabeth School in Rotterdam, ik weet niet waar dat jullie gevestigd zijn, Nanske, maar ja, in Rotterdam zijn ze heel open en willen jullie zich denk ik toch graag ontvangen. Ze hebben al heel veel mensen over de vloer gehad, dus ik denk dat ze dat niet zo erg vinden. Even wachten maar, tot de scholen weer goed open zijn en we binnen les mogen geven. Inderdaad, maar daarna denk ik dat er mogelijkheden zijn. Maar ik stel voor dat jullie even contact met ons opnemen en dan zien wij waar dat jullie gevestigd zijn. En dan kunnen wij zo ja, de beste school aanbieden eigenlijk, die dat dichtstbij is. Dat jullie niet te veel, niet te ver moeten gaan. Dus dat geldt ook voor iedereen. Hè. Dus als iemand naar een bepaalde school wil gaan, of die wil zijn mobiel aan het werk zien, of noem maar op, contacteer ons gerust. En dan kunnen wij jullie in contact brengen met die school of die instantie om eens te gaan bekijken. Wat mij ook een mogelijkheid, ik krijg vaak de opmerking van een school als ze vragen het prijs van ja, behoorlijk, voor een school is dat een behoorlijk bedrag. Dan, ik weet niet hoe het in Nederland zit, maar in België heb je scholengroepen. Mm-hmm. Dus, ja. Die vormen dus een groep en die hebben verschillende locaties. En dan lijkt het mij een oplossing om samen met een scholengroep bijvoorbeeld een mobiel toestel aan te schaffen, waarbij dat je dan kan verplaatsen een maand in die school, een maand in die school, zodat alle leerlingen van de schoolgroep van de Lukene gebruik maken eigenlijk. Als de situatie zoals die in Rotterdam is, Elisabeth School maakt deel uit van de RVKO, dus een katholiek bestuur.
De Elisabethschool heeft de vaste opstelling, daar kunnen alle scholen komen kijken. En als ze enthousiast zijn, kunnen ze het eerst zelf uitproberen met de mobiele LU. Dus we hebben er ook een mobiele LU bij. En die wordt door een medewerker van de schoolbestuur naar de gymzaal gebracht. En dan kunnen de scholen een maand aan de slag gaan en dan daarna overgaan tot al dan niet een vaste opstelling kiezen. Ja. Oké. Ik zie nou dat we nog bepaalde vragen hebben, maar ik denk dat we toch de meeste vragen... Het is nog een beetje een korte periode om te weten of dat nu effectief een positief gedrag heeft naar de toekomst toe voor de kinderen. Mij lijkt het wel dat kinderen die sowieso van jongs af aan meer dat je het bewegen erin brengt, dat dat dan al bij het ouder worden wordt doorgetrokken. Dat lijkt mij zeker een positieve, maar dat geldt voor alle bewegen eigenlijk. Dus als kinderen van jongs af aan bewegen, dat wordt doorgetrokken naar volwassenen. Lijkt mij. Ja, het is inderdaad de bedoeling moet zijn ook om een activiteit te kunnen aanbieden die voor mensen in elke leeftijdsgroep, in elke categorie interessant en spannend blijven en ervoor zorgt dat ze blijven bewegen. Dus in dit geval natuurlijk, het concept is nog te nieuw om als studies en resultaten te hebben op een lange termijn. Er zijn wel studies gaande over hoe het leeraspect, het pedagogisch aspect van de materie die met bepaalde apps aangesproken wordt. Maar het gaat natuurlijk belangrijk zijn om, ik weet bijvoorbeeld, Mark, je werkt veel met virtual reality ook. Ook al is dat op dit moment sporten zoals het misschien andere sporten zijn, maar er is wel een echte evolutie in die richting bezig en dat gaat denk ik belangrijk zijn voor een hele sector van bewegingsaanbieders, om ervoor te kunnen zorgen dat mensen altijd een activiteit hebben die ze spannend genoeg gaan vinden, zodat ze blijven bewegen. Ja. En de link wordt gelegd met het... de kinderen zijn gewoon van op hun PS4 te spelen, van op hun Xbox te spelen, op hun iPads te spelen. En hier met de LU leg je daar toch een beetje een link naar, maar ligt de nadruk meer op het bewegen. Maar het interactieve blijft wel. Dus... Ja. Die link is iets wel goed, denk ik. Okay. Ja. Monique de Vries, die vraagt ook, als je dit eenmaal hebt, ontwikkel je dan hier ook nieuw sportaanbod mee? Dat wil zeggen, trek je ook andere doelgroepen aan? Ja, ik denk, Mark, dat jij wel kunt zeggen hoeveel doelgroepen jullie al over de vloer hebben gehad voor de LU. Ja, ik denk dat dat heel breed is. Ja, we hebben sowieso, onze klanten zijn zowel gemeentelijke sportdiensten als scholen, dus wij komen terecht bij de kinderen. Soms vanaf kleuters, basisschool, secundaire scholen. Maar ook worden wij gevraagd door gemeentelijke sportdiensten om sportdagen te organiseren voor volwassenen. Dit bijvoorbeeld is een sportdag die zich 's avonds voordeed voor volwassenen. Dat was om 11 uur s'avonds. Het is een heel breed doelgroep altijd. Goede reacties eigenlijk erop. Dus mensen vinden het altijd leuk. En wat ik nu merk, is dat de organisatie ook voor het jaar erop, die we ons vragen om te komen. Dus het is iets dat blijven duren, denk ik. Het is niet zoiets dat er nog eens is en dan gaat verdwijnen. Ik denk dat er een grote kans bestaat dat dit wel een nieuwe vorm wordt van bewegen. En dat nog gaat groeien, vermoed ik. Okay. Nee, dus we zijn hier al een 20 minuten over de tijd. Ik weet niet of er nog belangrijke vragen zijn die we nog niet beantwoord hebben. Ik denk dat we... hoe gaat u anticiperen op de 1,5 meter zone met ontwikkeling? Ja, dat denk ik dat de gebruiker zelf inspiratie moet vinden om daar rekening mee te houden. Dus dat is voor,
voor alles, hè. De normale lessen zullen daar rekening mee moeten houden, de gymlessen zullen daar rekening mee moeten houden. Dus het is, ja, het moet creatief mee omgaan, denk ik. In België nu bijvoorbeeld, in de scholen gaan ze als richtlijn hebben om zoveel mogelijk buiten te gaan sporten. Dus de gymzaal staat leeg. Als je daar een lu hebt, dan kun je natuurlijk die ruimte gebruiken voor opvang of voor lesgeven met de presentatiemiddelen. Dus de leegstaande onnuttige ruimte wordt ineens wel, heeft wel veel meer mogelijkheden als je zo'n technologie hebt, dan moest je die niet hebben. Dat is misschien hetgeen dat het meest speelt op de momentele situatie, inderdaad. Maar we willen blijven gebruiken bij bewegingsonderwijs en daar hebben we nog geen probleem voor kunnen tackelen. Hoe je kunt bewegen met de lu binnen de 1,5 meter, maar dat is met het gewone bewegen in de gymzaal ook een vraagstuk waar we naar op zoek zijn. Ja, klopt. Ja, dan denk ik dat we alle vragen hebben overlopen. Ja, mochten er nog vragen zijn, ja, dan kunnen jullie ons allemaal contacteren via mail. Wij sturen extra informatie door, de prijslijst en de presentatie door. Hè. Ja. En dan hebben jullie alle informatie en dan horen we het verder. Hè. Dan hartelijk bedankt iedereen om te luisteren. En bedankt Mark en Martin en Billy ook. Jullie ook bedankt. Graag gedaan. Voor de input. Right. Dan gaan we. Uit. Ja. Yeah. Nee.